Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door Karim Supermarkt en El Forno Borgerhout. Het meest veelzijdige halal-restaurant in Borgerhout, Antwerpen. Mensen, assalamu alaikum. Ik ben vandaag weer op een Enfusion Kickbox Gala. Vandaag hier in Eindhoven. Alle dikke potten zijn vanavond. Lazar, Typhoon, Jaraya, iedereen komt aan bod. Ik ga snel naar binnen, want het is ijskoud. Kijk mee. I want you to all say it with me. Ma'alim! Ga jij weer voor de bekende Ismail Lazar lever of... Jij gaat voor... Jij zoekt die schwa op altijd, hè? Leverstoten. Ja, ja. Jij houdt niet van de ras, hè? Gewoon die schwa, leverstoten. Hey, boe, kom op te killen, gewoon man. Die kip, ja, daar zo. Jij ziet, jij leert. Ja, toch? Sowieso. Ga je weer echt voor spektakel of ga je toch denken van... Ik moet toch mijn hersenen gebruiken om deze partij gewoon binnen te halen? Ja, beide. Ik ga met hersenen spektakel. Dus niet dat het gewoon kamikaze, gewoon, maar wel gewoon toch... Nee, ik blijf gewoon slim vechten en ik ga gewoon met dingen. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Ismail, wat is er? Wat is er? Je team? Jullie teamgenoot gewoon? Ja man. Demotiveert dat de rest dit of van jullie team? Zoiets motiveert je, man. How was your say with me? Wat gaat het vanavond worden? Knockout hopen. Knockout. Ja, daar doen we het voor. Eigenlijk. Bij die VIP is saai, vriend. Ja, man. Hey, echt, geen donder. Iedereen zit met die chiquie bij die VIP. Hier is sfeer, man, of niet? Gewoon zijn we VIP-tafels, dit, dat. Nog een keer zien. Heb jij vroeger gekickboxd? Ja, vroeger jawel. Ik heb, jawel. Ja, serieus? Jawel. Hoe hoog? Nee, ik heb tot de B gevochten. B-klasse? Ja. Nog netjes toch? Nee, joh, valt wel mee. Voor wie ben je hier? Ja, ik ben hier gewoon voor Lazar, Mochi Jaraya, Ben Mo. Iedereen gewoon een beetje? Iedereen een beetje. Nee, ik heb 22 partijen vroeger gevochten. 22 partijen? Ja. En hoeveel gewonnen, hoeveel verloren? Ik heb 17 gewonnen volgens mij. Zo, ja. Dat is best wel goed. Hoezo ben je gestopt? Mocht niet van mijn vrouw. Van dichtbij bekijken, snap je? Je voelt die en dan... Oh! Wat is er gebeurd? Niet goed. Dat is niet goed. Boustadi gaat neer. Onze Boustadi gaat neer. Dat is niet goed. Boustadi is neergegaan. Ja, hij is net neergegaan. Hey, de Marokkanen doen het slecht vanavond, man. Ja, Lazar verloren is buitengestaan. Boustadi nou knock-out? Ja, nee. Ja. Oh. Ze hebben je boos ogen gegeven, man, jij. Ja, man. Nee. Ik zag die ogen wel van jou. Nee. Je hebt hem gelijk neergehaald, Assep. Nee, maar voor alles is... Hier, kijk eens. Als je geen twerken laf, met Lazar. Gelijk, kijk eens. Nee. Wanneer krijgen we Lazar tegen Rico? Ja, dat is wel de pot, hoor. Eerst wedstrijden winnen, broer. Broer, ik zeg tegen jullie, deze jongen is ook hun niveau. Alleen, dat heeft te maken met organisaties. Deze jongen is een gevaar voor hun, die weten dat, dus is een risico. Als dadelijk een Rico verliest van zo'n Ismail, verliest hij zijn naam. Daarom wilden ze hem niet plaatsen, zo gaat het ding. Gewoon Smail Lazar tegen Rico Verhoeven, ja toch? Of niet? Ja, sorry. Ja, mensen, of niet, joh! Ja, man! Ik vecht 30 september tegen Superbon in Antwerpen. 30 september. En kun je wat vertellen over deze partij? Wat is er zo bijzonder aan Mohamed Kamel tegen Superbon? Superbon is een van de gevestigde namen in de kickboxenwereld. Ja. Superbon die komt eigenlijk van de kamp van Boakau. Is een Thai. Ja. Is een van de beste Thais op dit moment. Ja. Is misschien wel op dit moment zeker de top 3. Misschien de beste. En die Superbon heeft een toernooi gewonnen. Een Kunlun toernooi. Met 64 deelnemers. Wat vond je vanavond? Ja, goede partij gezien. Ja. Ja, maar ik ben natuurlijk gekomen om Nordin te spelen. Ben Mo. En Yassi natuurlijk, die komen uit Antwerpen. Spannend, mensen. Deze pot is echt super spannend. Ze zijn aan elkaar gewacht. Ben Mo in de aanval. Jarai doet het goed.
How was your say with me? Nordin, gefeliciteerd jongen! Oh, dankjewel. Ja, en hoe vond je het? Hoe vond je het gaan? Tot dit was heel goed. Ja? Ik ben weer tevreden. Ik vond het heel sportief van je dat je daar naartoe bent gegaan, dat je bent omhelst. Ik vond het heel mooi om te zien. Wij zijn sportmannen. Het blijft maar een sport. Maar het is mooi om te zien dat, weet je, iedereen denkt, ben Mojaraya dan. Dat je gewoon naar hem toe gaat, dat je hem omhelst. Weet je, ook voor de mensen thuis. Nee, het is gewoon, het is een wedstrijd, het is een wedstrijd. Ja. Ik heb die jongen graag. Ja. In de ring is dat, zijn wij aan de barbette drink. Ben ik hier gewoon mee. How was your thing with me? Het was wel een spectaculaire wedstrijd. Zakaria is gewoon een topvechter. Ja. Dat kan niemand kan dat hem afnemen. Ik kon zien dat jij meer ervaring had, klopt dat? Ja, zo heb ik het wel ervaren. Ja. Wat vond je van die spectaculaire acties van hem? Ja, wat kan ik van zeggen? Hij is gewoon een goede vechter. Ik was erop ingesteld, hij is gewoon een hele goede vechter. Dit is de zware toekomst, dit is de champ. Hier wil je je kaartje voor betalen, om naar hem te kijken. En dat is echt zo. Ja, ik ben trots op hem.